Oké, we staan hier op het plein van de gemeente. Je kunt wel zien de kerstboom achter ons. En het municipio, het gemeentehuis. En er is ook voor deze gelegenheid een draaimolentje. Maar wij gaan terug naar de 13e speelronde. Die werd gespeeld na de interlandstop, waarin Italië zich dus nog niet kwalificeerde. Ze hadden moeite met Zwitserland en Noord-Ierland. Dus nou, daar heb ik een al videootje aangeweid over de loting voor hun play-offs. Die dus uiteindelijk worden gespeeld in het Geluksstadion, waar ze veel gewonnen hebben van La Favorita di Palermo, dat is op Sicilië. En ze moeten eerst tegen Noord-Macedonië. En als ze dan door zijn, moeten ze uit tegen ofwel Portugal of Turkije. Maar goed, de wedstrijden in deze 13e speelronde die begon op zaterdag 20 november. En het was Atalanta die als eerste in het veld kwam tegen Spezia. Oftewel twee grote spitsen die tegenover elkaar stonden: Zapata bij Atalanta en Enzola bij Spezia. Ook de trainers Gasperini en Thiago Motta die kennen elkaar nog goed uit andere tijden. In de 11e minuut reageert de keeper van Atalanta Musso niet goed op een schot van ver. Hij stompt de bal omhoog en hij komt ongelukkig op de lat. En terug in het veld waar Enzola klaar staat om hem door de benen heen te schieten. 0-1. Ja, 8 minuten later is het een aanval van Atalanta over rechts, waar Zappacosta tussen twee spelers vrij speelt en een goede voorzet geeft, waaruit Pasalic de gelijkmaker scoort 1-1. In de 38e minuut wordt een schot van Mele door Salah van Spezia met zijn hand geblokkeerd. Dus een strafschop en ook een gele kaart. Nou, dat is de kans voor Zapata om ook te scoren. Hij schiet echt recht op het doel. En zijn inzet wordt geblokkeerd door de keeper Provedel. Maar de strafschop moet opnieuw genomen worden omdat er te veel spelers in het strafschopgebied stonden. En de tweede keer mist Zapata niet. Dus gelijk 2-1 voorsprong voor Atalanta. Vlak voor rust is het dezelfde Zapata die echt onhoudbaar zijn verdediger en andere twee verdedigers achter zich laat. En op het juiste moment afgeeft op de aankomende Pasalic die makkelijk zijn tweede doelpunt kan scoren voor de 3-1. In de tweede helft gebeurt er niet zoveel en wordt Zapata gewisseld door Muriel. Nou, die geeft weer nieuwe impulsen en het is Pasalic die in de 83e minuut een voorzet geeft op Muriel. Die precies laag in de linkerhoek inschiet voor de 4-1. Nou, in de allerlaatste minuut voor tijd is het in de 89ste minuut is het Malinowski die van ver inschiet. 5-1. Ja, dan lijkt het allemaal voorbij, maar in de extra tijd is het toch weer een Enzola van Spezia. De bal uit een hoekschop, de bal goed controleert en inschiet voor de 5-2 eindstand. Nou, we hebben ons even verplaatst. We staan nu op een ander plein. Dit is het plein zeg ja, van de bioscoop. De Super Cinema. Maar ze hebben hier ook een hert neergezet. Een groot hert. Die s'avonds aangaat, mooie verlichting. En achter ons zien we de Reggia van Venaria. Maar goed, om 6 uur moest Juventus het uit tegen Lazio opnemen. In deze eerste big match van de 13e speelronde. Nou, Juventus begon goed met De Ligt en Bonucci als een centrale verdedigingsduo. En Chiesa en Morata in de aanval omdat Dybala geblesseerd was. Dat gebeurt helaas wel vaker. Maar goed, Lazio moest het zonder zijn topscorer Immobile doen. En dat is wel weer een goede kans voor Juventus. Nou, in de eerste helft heeft Lazio meer de bal bezit. Hij speelt Juventus vooral op de counter. In de 15e minuut valt Danilo al uit en wordt Kulusevski op zijn plaats ingezet. In de 19e minuut wordt een lage voorzet voor Morata in het strafschopgebied aangenomen als Azerbi met een sliding tegen hem aankomt. Nou ja, de scheidsrechter laat doorspelen, maar wordt uiteindelijk teruggeroepen door de VAR. Strafschop. Deze keer is het Bonucci die hem neemt en hij schiet perfect. Rechts half hoog in 0-1. Maar Lazio reageert en blijft aanvallen. Maar het is weer een counter van Juventus die Morata in stelling brengt. En met een halve omhaal net overschiet. Lazio krijgt een vrije trap vlak buiten het strafschopgebied. Die echter door Szczęsny goed wordt gestopt. Nou, De Ligt is sterk in de verdediging. En Juventus loopt tot rust eigenlijk geen echt gevaar. En na de rust houdt Juventus de controle over de wedstrijd. En in de tweede minuut krijgt Kulusevski een kans die door Reina in de hoekschop wordt gewerkt. Uit de corner krijgt Bonucci een grote kans, maar hij schiet naast. Even later is het Chiesa die snel en sterk aan de bal een counter opgeeft. Die hij afgeeft aan Kulusevski, die helaas slecht de bal controleert. En daardoor kan Lazio overnemen.
Na een uur spelen zijn er wat problemen voor Juventus met politie die behandeld moet worden. Maar hij blijft in het veld. En na 75 minuten en een paar wissels krijgt Lazio een grote kans omdat De Ligt niet weg kan koppen. Maar deze kans wordt ook gemist. Vlak daarna is het een counter van Juventus waar Chiesa goed wegloopt en die Reina ver uit zijn doel is. Uitspeelt om te gaan scoren, maar de keeper die komt terug en legt Chiesa neer. Weer een strafschop. Nou, weer een kans voor Bonucci. Staat weer achter de bal. Ook deze keer schiet hij goed in. 0-2. En in de laatste minuten wordt de sfeer steeds agressiever en krijgt zowel Allegri als Sarri zelfs een gele kaart. Er zijn nog veel overtredingen en blessures. En tijdens de 50e extra tijd blijft het 0-2. En Juventus heeft weer een overwinning, waardoor ze op gelijk al gekomen met Lazio op 21 punten. Het is trouwens ook de eerste thuisnederlaag voor Lazio. Nou ja, de Gazzetta schreef: Juve al Max. Hè, altijd weer een woordspel met Max. En het is een les aan Sarri. Twee stadschoppen perfect genomen door Bonucci. En ja, de trainer van Lazio die zegt: het is een gekke VAR. We staan inmiddels op een brug die over deze riviertje gaat. Trouwens, je kunt het niet zien, maar die rivier was in 1994 behoorlijk uit zijn oevers gegaan en heeft een half flatgebouw naar beneden gehaald. Maar goed, hier is dus de toren van de kerk van Veneria, van de Piazza Annunciata. En we gaan verder met de Serie A. In de wedstrijd van zaterdagavond speelden Fiorentina en Milan tegen elkaar. Na een kwartier spelen krijgt Fiorentina een hoekschop, waar de keeper van Milan, Tatarusanu, super goed bij kan. Maar hij laat de bal los en als hij op de grond landt. En Duncan van Fiorentina is er het snelste bij om de 1-0 in te schieten. Ibra krijgt een goede kans naar voorzet van Kjaer, maar hij kopt net naast. In de extra tijd van de eerste helft wordt de bal pan klaar neergelegd voor Saponara, die hem echt met een prachtig schot zo in de kruising schiet voor de 2-0. Nou ja, donkere gezichten op de tribune van Maldini. Paolo Maldini zat op de tribune een beetje somber te kijken. Na de rust blijft Fiorentina druk zitten en uit een lange bal is het Vlahovic die de keeper passeert en mooi de 3-0 scoort. En we zijn dan een uur onderweg. 2 minuten later maakt Fiorentina een verdedigingsfout en pakt Ibra de bal af. Die staat er natuurlijk wel getergd naar te kijken. Al die fouten bij hun in de verdediging. Pakt de bal af, hij kijkt en hij scoort in de verre hoek 3-1. Kom op Ibra. Nou, een mooie aanval van Milan 5 minuten later. Over de linkerfront wordt strak voorgezet. En weer staat Ibra klaar om de 3-2 te scoren. Nou, op dat moment zijn ze natuurlijk wel gebrand om die gelijkmaker te maken. 2 doelpunten van Ibra in 5 minuten en Milan op jacht naar die gelijkmaker. Maar in de 85ste minuut is het weer in de verdediging Theo Hernandez van Milan die deze keer een fout maakt. De bal kwijtraakt aan González. Komt Vlahovic aanstormen. Die pakt ook zijn tweede van de wedstrijd. 4-2. Er wordt nog wel veel extra tijd gegeven. En in de 6e minuut na de officiële speeltijd krijgt Ibra een perfecte voorzet die hij over de keeper inkomt. De bal die komt op de paal en wordt dan door de verdediger Velluti via zijn lichaam in het doel gelegd. 4-3 is de eindstand. Er is dan geen tijd meer om nog wat meer te doen. En het is dus de eerste nederlaag van dit seizoen voor Milan. En wat betekent dat? Ja, dat betekent dat de Gazzetta die schreef het al. A Firenze arriva il primo capo in Florence, de eerste nederlaag. Ja, Ibra is violato. Ze zijn getroffen, geschokt. Zlatan Djoka, die is echt de beste. En het is een papera van Tatarusanu, dus een fout van de keeper die de Fiorentina de optie geeft om te scoren. En daarna is het Vlahovic. En Ibra is niet genoeg. Nou ja, we gaan verder. Het is natuurlijk wel voor Inter en Napoli de kans, want die spelen daarna tegen elkaar, om de toppositie over te nemen. Oké, we hebben ons weer verplaatst. We staan nu op het plein. Dat heet Piazza Annunciata.
Op dit plein heb je dus zowel de kerk, die aan de achtergrond staat, waar we de top van hebben gezien, als het ziekenhuis, het oude ziekenhuis. Want ja, het ziekenhuis is inmiddels verplaatst. Er is een nieuw ziekenhuis gebouwd. Maar achter mij staat dus hier het ziekenhuis waar zowel Kritze als Antea geboren zijn. Oké, okay, nou, de tweede big match die werd op zondagmiddag gespeeld om 6 uur tussen Inter en Napoli. En het was een spectaculaire wedstrijd. Inter is in de openingsfase meteen gevaarlijk, maar in de 17e minuut wordt een goede aanval door Napoli opgezet. Die via Insigne de bal goed aflegt op Zielinski, die de bal meteen op zijn slot neemt en de 0-1 in de kruising schiet. Ja, de reactie van Inter laat niet op zich wachten en uit een vrije trap komt Skriniar de bal net naast, terwijl Lautaro Martinez achter hem al klaar stond. In de 24e minuut wordt een aanval van Inter opgezet met als afronding een schot van Barella die door Koulibaly met zijn hand wordt geweerd. Ja, de scheidsrechter ziet het eerst niet, maar via de VAR wordt toch weer een strafschop toegekend. Calhanoglu schiet goed in de lage linkerhoek voor de gelijkmaker 1-1. Daarna weer kansen over en weer, maar de pogingen van Lautaro Martinez en Osimhen gaan naast. En een verdedigingsfout van Di Lorenzo leidt een aanval van Inter in, die door Barella goed wordt ingeschoten. Maar Ospina staat op zijn plek en stopt daarna de zwakke inzet van Correa makkelijk. 1 minuut voor tijd is het toch Inter die nog tot scoren komt. Een corner van Calhanoglu wordt door Perisic ingekopt. Ospina slaat de bal nog weg, maar uit de goal line technology, hè, ting ting ting, wordt gemerkt dat de bal over de lijn was geweest. En dus 2-1 voor Inter en bij de ruststand. In de tweede helft blijft Inter aanvallen, maar het lukt Lautaro nog niet om te scoren. En in de 55e minuut kopt Osimhen tegen het hoofd van Skriniar aan. Nou, dat was een ernstige blessure voor Osimhen. Hij heeft alweer de operatie achter de rug. Er zitten allemaal vlakken in zijn hoofd. Titanium en schroeven en weet ik het allemaal. Maar die is er voor 2 maanden uit. De Koppen Afrika die zal die ook niet meedoen. En nou ja, dat is dus een zware klap voor Napoli. Want ja, Osimhen is toch wel de sterkste aanvaller die zij hebben. Maar goed, in de 61e minuut heeft Inter weer een counter. De bal wordt door Correa op rechts afgegeven aan Lautaro Martinez, die vanaf de positie niet kan missen en laag en hard in de verre hoek inschiet 3-1. Het is zijn 6e goal en de laatste die was in 2 oktober, dus dat is al een tijdje terug. Inter blijft aanvallen, maar door een fout van Dzeko, die op de eigen helft de bal verliest aan Koulibaly, wordt gelijk doorgespeeld aan Mertens. Komt Napoli op scoren dankzij Mertens die mooi over de keeper schiet. 3-2. Dus nou ja, Osimhen is geblesseerd. Maar met Mertens hebben we toch ook weer een goede aanvaller bij Napoli die de zaken ook kan redden. Het is in ieder geval zijn eerste goal dit seizoen in de Serie A. In de 86e minuut is het weer Inter die gevaarlijk voor het doel van Ospina komt. Maar Dzeko kan niet scoren. En daarna blijft Napoli nog drukken met een koppel van Mario Rui, die goed wordt gestopt door Handanovic. En in de allerlaatste minuut van de extra tijd gaat Anjuïssa goed weg tussen 2 spelers van Inter door. Geeft de voorzet waar Mertens aan komt lopen en vol op zijn slof neemt, maar helaas overschiet. Dus ja, jammer voor Mertens, geen dubbel doelpunt. Het zou mooi geweest zijn, maar het bleef dus 3-2 voor Inter in deze spectaculaire wedstrijd. Nou, het is dus de eerste nederlaag ook voor Napoli. En ja, dat betekent Rijeka in Campioni, Inter, die komt er ook aan. Die staan nu op 4 punten achterstand van de koplopers. Dus dat is op zich niet zo ver. En ja, met Calhanoglu, Perisic en Lautaro zijn ze een goede comeback. En ja, Osimhen, hè. Het is Kerbota. Hij heeft ja, zijn neus. Zijn hele ding is, hij wordt geopereerd en nou ja, goed, voor 2 maanden zullen we hem niet in het veld zien. Kijk, we zijn inmiddels weer verplaatst. We staan nu op het plein van de Reggia, met achter ons de Chiesa di Sant'Umberto. En dit is de ingang van de ticketshop.
Lekker warm hier. En nou ja, de horloge, ook bekend natuurlijk van de vorige video's die we kunnen terugkijken op YouTube. Maar goed, we gaan verder met de Serie A. Sassuolo die kreeg thuis Cagliari op bezoek. Nou, al in de 7e minuut kreeg Sassuolo een kans met Fratesi, die kennen we nog wel. Maar de keeper van Cagliari, Cragno, hield de bal goed tegen. Even later geeft Fratesi een goede voorzet op Scamacca, die helaas hoog overschiet. In de eerste half uur doet Cagliari wat tegen met een schot van Bellanova en een bal op de lat van Cepitelli. Maar in de 37e minuut wordt een goede counter uitgevoerd door Sassuolo, waar Scamacca de bal krijgt en goed inschiet. 1-0 voor Sassuolo. 3 minuten later, in de 40e minuut van de eerste helft, komt Cagliari op gelijke hoogte met een prachtige halve omhaal van Keita. 1-1. Nou, na rust wordt Fratesi neergelegd door Lykogiannis, net binnen het strafschopgebied. Dus ook weer penalty. Nou, de strafschop wordt goed ingeschoten door Berardi, 2-1. 4 minuten later krijgt Cagliari ook een strafschop, doordat João Pedro aangetikt werd in het strafschopgebied. En het is João Pedro zelf die de strafschop neemt en hem goed inschiet. 2-2. In de 35e minuut krijgt Sassuolo nog een grote kans met De Vrel. Maar zijn schot wordt goed afgewit door de keeper Cragno. Dus Sassuolo, Cagliari 2-2. Een mooi puntje voor de degradatiekandidaat Cagliari. Bologna die krijgt Venezia op bezoek. En met een overwinning zouden zij op de 5e plek kunnen komen. Dus we proberen met Arnautovic en Sumaru. Beide pogingen mislukken helaas net. Ook een schot van Zwanberg wordt geweerd en het blijft 0-0 tot de rust. Nou, in de 16e minuut van de tweede helft is het echter ook een rekken van Venetië, die met de punt van zijn schoen de keeper van Bologna, Skoropski, net te snel af is. En zo brengt hij Venetië op een 0-1 voorsprong. Nou, Bologna die probeert het echt van alles terug te doen, maar Arnautovic heeft geen geluk deze keer. En Venezia die komt nog 2 keer gevaarlijk bij een doelpunt met Tesman en Harry. Maar het blijft 0-1. Salernitana die krijgt Sampdoria op bezoek. En Salernitana die gaat sterk van start met onder andere Ribéry. Sampdoria die reageert goed. En die komen sterk terug met de aanvallen van Quagliarella, Caputo, Cantareva en Torsby. In de 40e minuut wordt een voorzet van Sampdoria op ongelukkige wijze door Di Tacchio van Salernitana met zijn rug in het doel gewerkt. 0-1. 3 minuten later is het Salernitana in aanval. De aanval wordt geneutraliseerd. En Sampdoria gaat met 4 spelers in de counter. Dat is in de counter tegen 1 overgebleven verdediger. Zortea. Nou ja, Quagliarella kiest goed voor Candreva die oprecht is meegelopen. En de 0-2 scoort. Het is alweer zijn 5e doelpunt en de 70ste in de Serie A. In de tweede helft probeert Salernitana iets terug te doen, wat niet lukt. In een tegenaanval schiet Sampdoria de bal in het doel, maar het doelpunt wordt afgekeurd wegens een nipte buitenspel van Candreva. In de 67e minuut moet Ribéry helaas gewisseld worden met fysieke problemen en op zijn plek komt Simi. Nou, het is Djuric van Salernitana die zich als laatste opgeeft, maar het blijft 0-2 en Salernitana staat nu op gelijke hoogte met Cagliari onderin de serie. Nou, het is inmiddels avond. En misschien wel leuk om dan ook s'avonds wat van Veneria te laten zien. Zeker nu we allemaal de mooie verlichting hebben. Hier zien we het thema van dit jaar. Can you imagine it? Imaginaria. Dus Veneria wordt Imaginaria. Nou, we gaan even naar het hert. Hier hebben we het eerste hert. Bij de ingang van Veneria, zeg maar. En deze straat. De korte Garibaldi die is leuk verlicht met allemaal sterren en verlichting. En aan het einde staat een groot hert, daar gaan we nu even heen. Nou, we staan hier weer op het plein van de bioscoop. En achter mij daar staat hij hoor, het mooie grote hert. Het symbool van Venaria. Want het was natuurlijk in die gouden tijd. Van het koninkrijk van de Savoia, het jachtgebied. Dus dit is het symbool geworden van Venaria. De weg die naar de Reggia leidt is mooi verlicht. Alsof het een landingsbaan is, word je erin getrokken. En daar hebben we aan het einde van deze Via Andrea Mensa de Reggia van
Venerje. Maar goed, laten we dan de 13e speelronde van de Serie A maar afronden met de laatste wedstrijd van Rome die uit moest tegen Genua. En bij Genua zat dus nu Shevchenko op de bank, de nieuwe trainer na het ontslag van Ballardini. Nou, het was natuurlijk niet het makkelijkste debuut hè, tegen zijn oude meester Mourinho. En Rome is veel sterker en krijgt veel kansen. En vooral met Shomurodov en Mkhitaryan krijgen ze die kansen, maar het blijft 0-0 bij rust. Karsdorp die stuurt Abraham mooi de diepte in, die het goede voorzet geeft waar Pellegrini helaas niets mee kan doen. In de 71ste minuut krijgt Genua de eerste en ook de enige kans van de wedstrijd. Maar de voorzet van Vasquez die wordt door Sturaro gemist, omdat hij goed wordt verdedigd door El Shaarawy. Aanvaller die ook zijn verdedigende taken niet laat liggen. En in de 74ste minuut is het weer Mkhitaryan die gevaarlijk is, maar ook zijn schot gaat net naast. Nou ja, dan brengt Mourinho de jonge 2003 talentvolle speler Felix Afena-Gyan in voor een vermoeide Shomurodov. En dat blijkt de winnende set te zijn. Je hebt natuurlijk wel betere tijden gekend, Mourinho, maar dit was een goede set. Want 7 minuten na binnenkomst rent Mkhitaryan het veld over, dribbelt voorbij twee spelers van Genua en geeft een perfecte voorzet op Felix. Die beheerst laag inschiet 0-1. Het is zijn eerste doelpunt van zijn carrière. En Mourinho die moest een dag later een paar dure schoenen voor hem kopen. Want dat had hij beloofd bij een doelpunt. Maar daar bleef het niet bij. Want in de extra tijd krijgt Roma nog een aanvalskans. Viel de bal voor de voeten van Felix. Die hem aannam en prachtig hoog over de keeper Sirigu in de rechterkruising schiet. Genua, Rome, eindstand 0-2. Nou, dat waren de wedstrijden. We gaan even kijken naar de... Ja, zoals gebruikelijk, na de laatste hebben we ook nog de allerlaatste en de allerlaatste. Want dit was een lange speelronde die vrijdag begon, maar pas op maandag eindigde. Met de laatste twee wedstrijden van de Serie A, 13e speelronde, Verona-Empoli en Torino-Udinese. Nou ja, we kunnen er kort over zijn. Beide wedstrijden eindigden in 2-1. En laten we maar kijken naar Verona-Empoli. Ja, die stonden allebei op gelijke hoogte en hadden de kans om Bologna in te halen. Nou, in de eerste helft krijgt Henderson van Empoli een kans door een prachtige afstandsschot waar de keeper niet bij kan. Maar de bal komt op de kruising. En uit een andere aanval met een voorzet van Di Francesco is het Pinamonti die in een goede positie voor het doel de bal niet goed raakt en naschiet. Bij rust dan dus 0-0. Na de rust is het Verona die beter speelt en nadat in de rust de Lazovic is ingebracht. Hij loopt weg op de rechterkant, geeft de voorzet en het is Barak die de 1-0 scoort. Nou, mooi doelpunt voor Verona. Empoli laat het er echter niet bij zitten en uit een aanval is het Pinamonti die deze keer wel goed inschiet. Waar Romagnoli nog het laatste tikje geeft voor de gelijkmaker 1-1. Dat is ook zijn eerste doelpunt in de Serie A. Nou, Empoli krijgt daardoor vleugels en het is Bayrami die een grote kans krijgt, maar op de keeper schiet. En Verona probeert iets terug te doen via een vrije trap die over wordt gekopt. Het lijkt op een gelijkspel uit te gaan, maar in de 91ste minuut gaat Verona als een laatste poging naar voren. En is het Taranese die uit een scherpe hoek de beslissende treffer maakt. 2-1. Het is alweer de vijfde thuisoverwinning op rij voor Verona sinds de komst van Tudor. En de echte allerlaatste wedstrijd was Torino-Udinese. Nou ja, al in de 8e minuut van deze wedstrijd is het de keeper van Torino, Milinkovic-Savic, die een lange bal geeft waar een Belotti staat. Die kopt hem netjes terug op de aanstormende Bracalo en die vanaf 25 meter afstand met een zuiver schot in de rechterhoek de 1-0 scoort. Dat is natuurlijk een mooi begin. Nou, Udinese is het vooral de sterke Beto. Het is eigenlijk de eenmansaanval van Udinese. Die de bal vrij speelt op Pusetto. Die goed schiet, maar Milinkovic-Savic staat op zijn plek. Nou, na rust krijgt Torino een kans door een verdedigingsfout van Udinese. Maar het schot van Belotti wordt goed afgeweerd door onze Bram Neutink. En uit de hoekschop daarna kopt Belotti hem goed in. Maar de bal komt op de paal. Terug in het veld en na... Het is een heel flipperspel, het gaat heen en weer, maar Udinese krijgt de bal niet weg. En het is uiteindelijk Bremer van Torino die de 2-0 scoort. Nee, in de 77ste minuut is het nog Forestieri die rechtstreeks uit de vrije trap de 2-1 inschiet. Maar verder komen ze niet, dus Udinese krijgt de gelijkmaker er niet in.
Milinkovic-Savic houdt alles tegen. En dat betekent drie belangrijke punten voor Torino, die thuis wint van Udinese 2-1. En nu gaan we echt kijken naar de stand. Napoli en Milan nog steeds bovenaan, ondanks hun puntenverlies. Maar Inter is nu wel dichterbij gekomen op 4 punten achterstand. Op de vierde plek Atalanta met 25 punten. En op de vijfde plek Roma, die over Lazio heen is en nu dus 22 punten heeft. Lazio staat samen met Fiorentina en Juventus op de gedeelde zesde plek met 21 punten. Dan een klein gaatje. Op 19 punten staat Verona op de negende plek en met 18 punten staat Bologna op de tiende plek. In het rechter rijtje hebben we op de elfde plek Torino met 17 punten. Daarachter Empoli op 16 punten. Een groepje Sassuolo, Venezia allebei op 15 punten op de gedeelde 13e plek. Daarna Udinese op 14 punten. Sampdoria op 12 punten. Spezia met 11 punten. En dan krijgen we de drie kandidaten voor de degradatie in de Serie B. Genoa 9 punten. Cagliari en Salernitana 7 punten. Oké, dat was de 13e speelronde. Na die 13e speelronde was er weer een Champions League ronde. Maar wij gaan gauw verder met de volgende speelronde van de Serie A, de 14e speelronde.